Haar gemengde afkomst, Belgische moeder en Algerijnse vader, is zeker van belang geweest bij de keuze. Jasmin Kerbach studeerde rechten aan de KU Leuven en ULB en begon haar professionele loopbaan als advocaat aan de balie van Brussel en Antwerpen. Vanuit die functie verdedigde ze de belangen van de kunstensector bij de onderhandelingen over het kunstenaarsstatuut. Zo kwam ze in contact met toenmalig minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke, die onder de indruk was en haar vroeg zijn kabinet te komen versterken. Zo kon Kerbach heel wat beleidservaring opdoen. Eerst dus bij Frank van den Broeke, maar later ook bij Ingrid Liete en nu bij premier Di Rupo. Na de verkiezingen mogelijk dus ook in een uitvoerend mandaat op het Antwerpse stadhuis. Toen ik het voorstel kreeg van Patrick Janssens was ik eigenlijk aangenaam verrast, omdat ik nu al die beleidservaring kan inzetten voor Antwerpen, voor mijn leefomgeving, dicht bij de mensen. Ik zie dat echt als een unieke kans. Wij kennen haar zelf al heel lang. Ze is een zeer bekwame dame. Maar effectief, het grote publiek zal haar nog moeten leren kennen. Maar ik denk dat dat een aangename kennismaking zal zijn. Waarom uw keuze voor haar? Wel, eerst en vooral heb ik Jasmin leren kennen als iemand die zeer bekwaam en zeer intelligent is. Ook zeer geëngageerd voor Antwerpen. En toen ik meer met haar begon te praten, heb ik opgemerkt dat zij niet alleen in Antwerpen-Noord geboren is, de buurt er ook heel goed kent. Pas een huis had gekocht een paar jaar geleden hier op het Koningplein. Van plan was hier naartoe te verhuizen. Dus dat is zeker iemand die in ons project past, die gelooft in wat we in Antwerpen aan het doen zijn en die daar zeker een bijdrage kan toeleveren. U heeft al een erg drukke baan. U bent kabinetchef bij premier Di Rupo. Gaat u die job nu stopzetten? Nee. Er liggen nog een hele reeks belangrijke dossiers op mijn bureau. Dus ik ga mij daar de komende tijd nog op engageren. En campagne voeren, dat wordt vakantiewerk en weekendwerk en avondwerk. Maar u heeft er zin in? Ja, zeker. Ik ben heel enthousiast.